Langs de Weurtseweg in Nijmegen is dinsdag een aantal huizen gesloopt. Dat gebeurde in het kader van nieuwbouw die op deze locatie komt. Het gaat om een nieuw project dat bekend wordt als het Dijkkwartier. Het Dijkkwartier is een van de 6 deelgebieden die aangepast worden onder het plan Waalfront.